zien. Hoi. Test nummer 3. Denkt uw vriend de leeuw de hele dag aan vlees? Vooruit, Simba. Wat ziet ge? Een T-bone-steak? Een kippenpoot? Geen idee. Hoe bedoelt ge geen idee? Dit is toch duidelijk een carbonade met een vetrandje en vette jus? Oh, nou, oké. Timon, wat is er aan de hand? Kom op, waar zijn jullie nou mee bezig? Wie? Magere kleine, geen vlees op mijn botten, ik? Ik ben nergens mee bezig. Hé, hey, dikke, ronde, sappige, vette Pumba. Jij zit ook nergens mee bezig, of wel? Nee. Oh, juist. Zo dan. We voeren de testgegevens in de karnomatische vleeseetmeter en die zal ons precies vertellen waar Simba zin in heeft. Alarm, alarm. Roofdier, roofdier. Heeft trek in vlees, heeft trek in vlees. Ik ben weg! Wel, wilt ge nog meer bewijs, Pumba? Simba wil vlees. Maar Timon, zelfs als Simba zin heeft in vlees, dan zal hij ons toch nooit opeten? Als ik jullie was, zou ik niet blijven om dat te testen. Weet je, die leeuw die heeft steeds meer honger en krijgt steeds meer trek in een stokstaartgehaktbal. Dat zei ik toch? Of een stukje vrattenzwijnpastei. Wat kunnen we doen? Geen zorgen, ik zal jullie helpen. Als je met mij meegaat, ben je veilig. Goed, kom aan, Pumba. We gaan. Waar, ik weet het niet, Timon. Gelukkig weet ik het wel, want anders worden we levend opgevreten. Kom aan. Volgens mij zijn we nu in veiligheid. Ja, we zijn in veiligheid. Dit is veilig? Oh, zeker. Veilig als een tor in zijn schildje. Over torren gesproken, ik heb honger. Ik ook. Oh ja, ik ook, ja. Dus, wat eten we? Ja. Probeer jullie al maanden bij Simba weg te lokken. Jij dik sappig vet varken. En jij mals magere stukje stokstaart. Oh, dat ziet er niet goed uit, Timon. Nu, dit was nooit gebeurd als jij niet een gevaarlijk vleesetende roofdier had gered. Kunnen we hem houden, Timon? Hij is zo zoet en zo klein en zo alleen. Nu stond hij aan onze kant. Dat heb jij gezegd. Ik sta ook aan jullie kant. Die heeft zijn lesje wel geleerd. Ik hoop dat hij niet de enige is. Wat? Oh, ik dacht niet dat ik ons echt wilde opeten. Ach, doe nou, Timon. Of moet ik een stokstaartgehaktbal van je draaien? Dat is een goeie, Simba. Hij is wel leuk, hè? Roofdieren. Oei.